In mijn vrije tijd weef ik heel erg veel. En ik heb op een gegeven moment al 7 jaar geleden een ruimte kunnen huren in het modekwartier in Arnhem. Daar heb ik een weefateliertje gesticht. Als ik naar Arnhem ga, dat is zo'n beetje 1 à 2 keer in de week, dan heb ik geen echte vaste procedure. Ik ga lekker naar binnen, zet mijn bankjes buiten, zet het bord buiten dat ik open ben. En ga weven of andere dingen doen. Soms moet ik juist beginnen met nog een ontwerp maken omdat er een weefgetouw leeg is. Soms moet ik een schering maken, want weven is een kwestie van schering en inslag. De schering zijn de draden die in het weefgetouw zitten. En de inslag zijn de draden die ik daar doorheen weef. Er zijn heel veel weeftechnieken en ik vind ze allemaal leuk. Of het nou om 2 schachten gaat of om 32. En ik kan tot 32 schachten weven. Dat weefgetouw staat weliswaar thuis. Maar in het atelier staan 2 weefgetouwen. 1 met 8 schachten en 1 met 24 schachten. Het aantal schachten bepaalt hoe groot je patroon kan zijn of hoeveel patroonmogelijkheden je hebt. Want de schachten halen je draden, je scheringdraden, omhoog. En als je 24 schachten hebt, heb je 24 mogelijkheden om schachten omhoog te doen. En heb je er 2, heb je 2 schachten, dan kun je maar 2 verschillende mogelijkheden doen. Dus dat bepaalt je patroonmogelijkheden. Ik ontwerp al mijn stoffen zelf. Maar eigenlijk is het een eeuwenoude techniek en is alles wel gebaseerd op al eeuwenlange bekende patronen. Alleen kan je daar met kleuren en met andere materialen natuurlijk wel een heel eigentijds tintje aan geven. Ik vind het ontzettend leuk om juist heel veel verschillende dingen te maken. En ook mijn inspiratiebronnen zijn vaak heel verschillend. Nou, hier ben ik de schering aan het maken. Met 3 draden tegelijk, wat nogal lastig is, want dat gaat meestal niet helemaal goed. En ik maak onder en boven een kruis, zodat ik straks als ik het in het weefgetouw zet, dat ik weet welke draad eerst moet komen. En dan. En dit is een meter of 6-7 wat ik nu aan het doen ben. Dus alle draden zijn straks even lang en dan kunnen ze hierna in het weefgetouw gezet worden. 3 draden wil nog wel eens wat een beetje in de knoop komen. Dun garen doe je bijvoorbeeld 10 draden per centimeter. Dikker garen heb je misschien maar 2 draden per centimeter nodig. Nou, hoe breed wil ik het weefsel hebben? En die schering ga je maken. Dat doe ik op een scheerboom. Dat is een scheermolen, sorry. En dat is een apparaat waar ik alle draden dezelfde lengte ga maken. Dus dan worden de draden allemaal 9 meter of 6 meter of misschien maar 2 meter. Veel meer doe ik meestal niet. Soms heb ik een weefsel dat ik denk, nou, daar maak ik 12 meter van, want dat vind ik gewoon te leuk en daar ga ik heel veel plezier aan hebben. En die draden maak ik dan allemaal even lang en het aantal draden en in dezelfde kleur, in de juiste kleurvolgorde. Dus ik kan een hele zwarte schering maken, maar ik kan ook een schering maken met allemaal verschillende streepjes erin. Dus dan moet ik bijvoorbeeld 5 centimeter groen doen en dan 2 centimeter rood en dan 3 centimeter geel, dat soort dingen. Dat bepaal ik dan allemaal door het maken van die schering en dan heb ik de schering klaar. Dan kan die van die boom af. Dan heb ik een mooie ketting van scheringdraden. Dat ziet er altijd heel mooi uit, vind ik zelf. Vind ik erg foto. Ja, maak ik bijna altijd wel een foto van. En dan kan ik dat in het getouw gaan maken. Dus dan ga ik dat vastmaken aan het achtergedeelte van van het weefgetouw. En dan kan ik dat opbomen. En dat doe ik op een ronde balk die in het weefgetouw zit. Draai je dus die draden op, zodat je een voorraadje draden achter in je getouw hebt zitten. En die draden die moet ik naar de voorkant halen. Elke draad moet door 1 hevel. Dat is een hevel zit dan weer aan een schacht. Dus elke draad wordt straks aan een schacht verbonden. Nou, als je 2 schachten hebt, dan is dat een werkje van niks. Maar heb je 32 schachten, dan moet je heel erg gaan kijken dat je wel de goede schacht neemt. En dan heb je uiteindelijk al die draden
door een oogje, door een hevel aan een schacht gemaakt. En dan moet je ze nog allemaal door de kam heen halen, het riet van een weefgetouw. En dan kun je de draden pas vastmaken. Dit werk kost echt heel veel tijd. En pas dan kun je gaan weven. Een onderdeel van een weefsel is de inrijging. Die bepaalt eigenlijk het grootste deel van het patroon. En een inrijging betekent dat je elke draad door één hevel gaat rijgen. En die hevel is aan een schacht verbonden. En dus nu ben ik bezig met het inrijgen van het weefsel op een 24-schachts getouw. Ik zet altijd in bosjes van 4 zet ik ze al klaar. Zeker bij dit zomer- en winterweefsel, want dat gaat altijd om bosjes van 4. Dus die zet ik dan al klaar. Dan hoef ik tijdens het inrijgen zelf niet na te denken welke ik moet doen. Ik pak ook met mijn vingers 4 draden. En dan, een beetje op gevoel kan ik ze dan inrijgen. Dan moeten ze natuurlijk niet dubbel gaan zitten. En dan in dit weefsel is het 2 patroonschachten draden en 2 draden op schacht 1. De kleuren, de regenboogkleuren van paars naar paars. En tussendoor zijn het dan alle andere kleuren. En daar wil ik blokken van maken. Dus die blokken heb ik in de inrijging op papier gemaakt, of tenminste op de computer. Ik print het altijd wel uit, omdat ik het dan hier lekker naast me neer kan leggen en kan zien wat ik moet doen. En dan kan ik de spullen in blokjes van 4 draden klaarzetten. Het ontwerpen doe ik op een computer met een Nederlands weefprogramma. En daarin kun je dan alle dingen inzetten van ik heb zoveel trappers, ik heb zoveel schachten, ik ga met dat materiaal werken en met die kleuren. En dan kan ik zien hoe een weefsel eruit gaat zien. En dat helpt mij heel erg om vrij snel ontwerpen te kunnen maken. En het weven zelf is al echt eeuwen oud en ze komen er steeds meer achter dat ook eeuwen geleden al aan weefsels zijn gemaakt die wel op de een of andere manier met een weefgetouw gemaakt moeten zijn. Omdat ze bijvoorbeeld om de 10 centimeter een bepaalde fout zich herhaalt. Dus dat moet al wel systematisch zijn gemaakt. En vooral in China zijn daar heel veel weefsels gevonden en geanalyseerd die dat doen vermoeden. Dat er ook toen al weefgetouwen zijn geweest. Maar ook met de hand kun je natuurlijk al dingen opspannen op een raampje en daar met je vingers tussendoor een andere draad doen. Dus het is een eeuwenoude techniek en nog steeds leuk om te doen. In ieder geval dat vind ik. Dus nu ga ik een patroon uitzetten. En die haal ik hier uit, maar ik weet hem in dit geval ook uit mijn hoofd. Dus ik heb een dobby getouwen. Dat is een soort patroonmethode waardoor ik maar 1 trapper heb. Maar ik moet wel het patroon in dopjes in mijn dobby bars gaan zetten. En dan kan ik gaan weven. Maak ik er weer een ketting van. Om ze aan elkaar te maken. Het is al met al een heel tijdrovende procedure. Maar het weven zelf is dan vervolgens, vind ik dat, heel mindful en heel prettig om te doen. En ik kan overal over nadenken. Ik hoef meestal niet zo heel erg over mijn weefsel na te denken. Maar ik ben vaak al dan aan het nadenken, wat kan ik nog meer ofwel op deze schering ofwel op mijn volgende schering gaan doen. Dus het is heel relaxed. Thank you.
Als ik naar Arnhem ga, naar het modekwartier, naar het atelier, dan... ik vind het eigenlijk altijd heel erg fijn om er te zijn. Ik word er altijd heel blij van. En het maakt me niet zoveel uit wat ik er ga doen. Het heeft altijd met weven te maken. Dus of ik nou een weefsel op moet zetten of lekker kan weven, dat is altijd fijn. Of dat ik aan het ontwerpen ga met de computer, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. En ik kan daar echt alle tijd aan besteden. En dat is heel fijn, want meestal heb ik er dan toch wel de hele dag voor. Soms ga ik een paar uurtjes, omdat ik echt nog iets af wil maken. Of ik werk zelden in opdracht, eigenlijk nooit in opdracht. Dus er hoeft nooit iets af, maar ik heb zelf wel eens de drive om iets wel af te moeten maken. En dan ga ik nog een paar uurtjes iets afmaken. Als het weefsel af is, dan knip ik het af. Dan gaat het mee naar huis waar ik het af kan werken, eventueel kan wassen. Want een gezegde is wel dat een weefsel nog niet af is als het nog niet gewassen is. Dit is een vierdubbel weefsel op 24 schachten. Best wel een technisch hoogstandje. En hij is klaar. Ik heb er nog andere dingen ook op geprobeerd, dus ik ga hem afknippen. En dan kunnen we zien wat ik ermee heb gedaan. Dit zijn dus, het is een weefsel, eigenlijk zijn het vier weefsels boven elkaar. Vier kleuren. Rood, wit, grijs en ook nog een hele lichte roze kleur. Het is wel zo dat de draden, zolang ze nog niet nat zijn geweest of nog niet met elkaar gewassen zijn, vormt het nog niet echt een weefsel. Dan gaan ze echt een vorm zoeken en dan vaak verdicht een weefsel dan ook wat meer. Dus op het getouw kun je er vaak wat meer doorheen kijken dan als het eenmaal gewassen is. En dan kan ik gaan bedenken wat ik met de weefsels ga doen. Maar mijn voornaamste drijfveer is wel het weven zelf. Ik maak eigenlijk zelden iets als ik ga weven. Ik ga een stof maken, maar ik heb niet het idee, het moet een sjaal worden of het moet een jasje worden. Pas als het gewassen is en het een stof is, ga ik verder kijken wat ik ervan kan maken. En dit was het originele weefsel. Ik zie al dat de achterkant wel fouten heeft, maar waarbij ik ontworpen heb in de tweede laag. Dus niet in de bovenste laag, maar in de tweede laag. En dat zie je aan de achterkant niet. Maar aan de voorkant wel. Een beetje het idee van, hoe zeg je dat, van vensters. Schaduwen van vensters. Erg leuk vinden als ik aan het weven ben, is om juist tijdens het weven iets anders te gaan doen. Dus ik ben dan aan het weven, bijvoorbeeld zwart-wit en bijvoorbeeld dan blokjes. Nou, dat is leuk. Maar na een meter of anderhalve meter denk ik, ik heb het nu wel gezien. Denk ik, ga in plaats van zwart-witte blokjes maken, ga ik zwart-rode blokjes maken. Of als er dan een witte schering in zit, wordt het dus zwart-wit en rood. En daarmee spelen. Dus je kan met kleuren gaan spelen. Of juist een andere, dat je denkt, ik ga geen blokjes meer weven, maar ik ga alleen maar lange lijnen weven. En dan krijg je dus op één stof twee hele verschillende uiterlijken. Waarbij je, als je er uiteindelijk een jasje van wil maken, misschien leuke rood-zwart-witte mouwen kunt maken met een zwart-wit geblokte voorkant en een hele zwarte achterkant bijvoorbeeld. Dus zo kun je gaan spelen met stukken stof. En dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. Op het weefgetouw dingen veranderen tijdens het weven en kijken van wat voor ander uiterlijk kan ik ervan maken. Ik ben in de jaren 70, 80 opgegroeid en toen was textiel wel een dingetje. Ik denk dat het ook grappig was dat we toen wat vrijer mochten gaan werken. Mijn moeder moest nog op een bepaalde manier dingen maken. Maar toen kon het opeens allemaal wat vrijer. Dus je kon wat grover gaan breien met meer kleuren, met meer patronen. Het mocht uitzien als handwerk. En het heeft me altijd erg aangetrokken. Dus toen hebben we op een gegeven moment een spinnenwiel van Louette gekocht. Dat was een moderne spinnenwiel. Daar is het eigenlijk allemaal bij begonnen. Dan ga je vachten spinnen, schapenvachten. Uiteindelijk ooit een keer kamelenhaar gesponnen. Maar ja, wat doe je daarmee? En zo is het weven een beetje op mijn pad gekomen. En intussen heb ik bijna alleen nog maar Louette weefgetouwen.
En ik vind het heel leuk om te melden dat de uitvinder daarvan ooit ook hier binnen is geweest, Jan Louet. Het is een Nederlander. De fabriek staat in Lochem en zij maken dus heel gebruiksvriendelijke weefgetouwen. Daar staat er een van, dat is de 24 schachs. Ik heb thuis dan een 32 schachs. Intussen ook hier in het atelier een 8 schachs Louet. En dat zijn allemaal Dobby-getouwen. Nou is het Dobby-systeem niet heel erg nieuw. Dat bestaat al veel langer. Dat maakt het weven een stuk eenvoudiger. Omdat je, ja, deze werken dan met dopjes. Het kan ook met gaatjes werken. Je hebt nog maar één trapper nodig. En je kunt eigenlijk alle patronen erop weven die je wil. Al deze getouwen zouden ook computergestuurd kunnen zijn, maar daar heb ik nog niet voor gekozen. Misschien ooit wel. Maar ik vind het nog leuk om met die dopjes te werken, omdat je veel meer kunt zien wat je aan het doen bent en kunt verzinnen hoe je het anders kunt doen. En dat kan op een computer ook, maar dan staat het verder van me af. Ik vind het leuker om het met die dopjes te doen, dus ik ben daar nog erg van. En ja, een Dobby-getouw, ja, dat is dus, deze zijn heel sturdy, heel stevig gebouwd en gaan echt de hele wereld over. Ze zijn zeer geliefd, ook in Amerika en ook in Australië. Terwijl er ook andere goede getouwenbouwers zijn. Maar Louet is toch ook zeker een van de grote namen in de weefwereld. Dus ik ben erg trots dat ik er zoveel heb. En ja, ik werk er erg graag mee. Ze zijn heel gebruiksvriendelijk. Weven is heel belangrijk. Eigenlijk is textiel heel belangrijk voor mij. Ik word er heel blij van. Wij gaan regelmatig naar musea en ik word er heel blij van om steeds meer textiel in musea te zien. Het krijgt weer een plek. Het is zo belangrijk voor ons, textiel. Terwijl de meeste mensen nemen het kennisgeving aan. Het is voor de meeste mensen absoluut niet belangrijk. Terwijl als je dan bedenkt dat in de oorlog alle textiel op de bon was, dat elk draadje werd bewaard, moet je je voorstellen dat we geen textiel meer zouden hebben. Dan geen kleding, geen vatendoeken, noem maar op. Wij gebruiken zoveel textiel. En toch is het voor niemand echt belangrijk. En voor mij wel. En om te zien wat je ermee kunt en hoe mensen het kunnen gebruiken, want er zijn heel veel mensen met textiel bezig, hobbymatig, maar ook steeds meer ook professioneel, vind ik heel belangrijk om te zien en heel fijn om te zien. En voor mij is dat het dus ook dat ik wil laten zien wat je ermee kunt en dat je andere technieken kunt gebruiken en andere materialen kunt gebruiken. Ik word ook altijd heel erg geïnspireerd door wevers van het Bauhaus bijvoorbeeld. Dat was de enige textielafdeling in het Bauhaus. En daar gingen de vrouwen heen. Die mochten geen andere dingen doen. Dus een Annie Albers is daar heel belangrijk in. En als je ziet hoe zij, in die tijd was het heel belangrijk om eigenlijk de kunst naar de mensen te brengen. En om te kijken hoe de industrie met hun ideeën, met de ideeën van Bauhaus, hoe de industrie daarmee verder kon gaan. En ik vind dat heel leuk om te zien hoe zij met dingen bezig zijn geweest en hoe zij met nieuwe materialen als nylon, maar zelfs met asbest hebben ze geweven. Dat is gewoon heel leuk om te zien waar het weven ook in de laatste 100 jaar vandaan komt. Want daar is heel veel in gebeurd. Wat een beetje jammer is, is dat in Nederland handwerk, en of dat dan textiel is of houtbewerking of wat dan ook, geen meerwaarde heeft voor mensen. Terwijl als je even over de grens gaat naar Duitsland,
daar hebben mensen veel meer waardering ervoor en dus ook veel meer geld ervoor over. Terwijl in Nederland is het, ja, je kunt het ook bij de blokker kopen als je een placemat wil kopen. Bij de blokker is dat veel goedkoper en misschien nog wel veel mooier. Terwijl handwerk natuurlijk ook, daar zit ook passie in, daar zit ook leven in. En dat zien wij met z'n allen niet zo heel erg. Ik ben zelf net zo hoor, ik vind dingen al snel te duur. Als echte Nederlander, zou ik maar zeggen. Maar ja, als je dan ziet dat mensen iets met heel veel liefde en vakmanschap gemaakt heeft, dan mag dat ook geld kosten. En ja, het gaat ook heel lang mee. Dus in die zin vind ik het altijd wel heel belangrijk om ermee bezig te zijn. En voor mij is het dus meer dan alleen die draadjes tot een weefsel maken. Het doet ook echt iets met me als ik blij ben met het resultaat. Het maakt me, ja, het maakt me letterlijk gelukkig. En dat, ja, dat is heel belangrijk in mijn leven. Ik ben Jolanda Riedijk en ik ben wever in Arnhem. En dit was mijn verhaal.